heel goeie avond. Het wordt bar koud deze week en de elektriciteit wordt weer kei duur. Zou de minister van Energie, Tinne van der Straten, nog op beide oren kunnen slapen? 600.000 euro cash en een vicevoorzitter in de cel. Ook het Europees Parlement is niet immuun voor corruptie. Over het omkoopschandaal hebben we het met Barbara Moens van de nieuwsite Politico. En eindelijk zal u kunnen genieten van De Acht Bergen. De nieuwe film van Felix van Groeningen en Charlotte van der Meers naar een boek van Paolo Cognetti. En jawel, hij zit vanavond ook bij ons. Benvenuto, signore Cognetti. Bonsoir, bonsoir. Êtes-vous content du résultat? Je suis enthousiaste. Enthousiaste. Het was een grande aventure. Oui. Is de film beter dan het boek, Felix? Goh, nee, alleen bedoel, boek is boek en boek is fantastisch en ik hoop dat een mooie film is. Alleen wij vinden het alvast. Ik heb hem al gezien, de film is inderdaad ook fantastisch. C'est très meilleur, oui, oui. Goeie, iedereen welkom hier aan tafel en ook u thuis bij De Afspraak. Ja, Tinne van der Straten, het gaat vriezen deze week. Het wordt de moeilijkste week van het jaar, zeggen de elektriciteitstreders. Maakt u zich zorgen? In België moeten we ons voor de bevoorrading zeker geen zorgen maken, omdat onze elektriciteitscentrales wel op volle kracht produceren. Maar we zijn natuurlijk in Europa kwetsbaar, vooral omwille van Frankrijk. Frankrijk die geconfronteerd worden met de helft van hun nucleaire centrales die uitliggen, die ook niet snel terug aangeschakeld gaan worden. En dat creëert bijkomende druk op het systeem, maar wij zijn klaar om waar nodig ook Frankrijk te kunnen helpen. Ja, met de prijzen, als we die er eens bij halen, die gaan intussen weer in de richting van de piek eind augustus. Dus de mensen weten het intussen, dat betekent weer hogere voorschotten. De prijsstijgingen die we nu gaan zien vandaag en morgen, dat gaan natuurlijk momentopnames zijn die daarom nog niet gaan resulteren in hogere voorschotten. Nee, het is omdat het zo sterk gaat vriezen en omdat Frankrijk wellicht zijn eigen elektriciteitsvraag niet gaat voldoen, dus een signaal van er komt schaarste, dat jaagt die prijzen in de hoogte. Gaan we daar helemaal niets van voelen of gaan we het ook in de afrekening voelen? We gaan sowieso die hoge prijzen zijn het gevolg van de problemen die dat we zien in onze buurlanden. Voor elektriciteit als het gaat over de grote problemen in Frankrijk en voor gas als het gaat over de problemen in Duitsland. En wij worden nu al maandenlang, sinds de oorlog, geconfronteerd met die zeer hoge prijzen. Al drie deze week zou het kunnen gaan. Ja, laten we gas en elektriciteit eventjes... Dus de prijsstijgingen die we nu verwachten, vandaag en morgen, zijn prijsstijgingen voor elektriciteit omwille van de koude prik die er komt en Frankrijk die niet kan voorzien in zijn eigen elektriciteitsvraag. En kunnen die maal drie gaan deze week? Dat kan absoluut zo zijn, omwille van die grote problemen die er zijn in het Franse nucleaire park. En daarom ook dat wij in de zomer al aan onze eigen elektriciteitsproducenten gevraagd hebben om maximaal beschikbaar te kunnen zijn tijdens de winter, om zo op die manier ervoor te zorgen dat er geen blackout is in Frankrijk. Ja, nu als de Franse kerncentrales geen zekerheid bieden, dan moeten we misschien naar Nederland kijken. Dit zei de Vlaamse minister van Energie, Zowal Demir, vorige zaterdag in de ochtend. Ik vind het wel heel belangrijk dat we vanuit Vlaanderen, als Nederland, dat zijn onze buren, zij zijn slim genoeg, zij zijn daarmee bezig, zij zijn bezig met de energiebevoorrading. Zij kiezen ook heel slim met een liberale premier en ook een D66, toch ook in die regering, voor een propere vorm van energie, kernenergie. Dan denk ik dat het logisch is dat ik vanuit Vlaanderen de verkennende gesprekken start. Ja, Nederland gaat nieuwe kerncentrales bouwen, wellicht aan de grens met ons land. Dus laat ons daarmee in investeren. Wat vindt u daarvan? Binnen 12 jaar, laten we gewoon ook eventjes bij de feiten blijven. Wij hebben deze winter geen probleem in België. Nee, nee. Wij zijn... Wat vindt u van het idee? Ik ga mijn redenering afmaken. Dus wij zijn vandaag een land dat de andere landen helpt. Duitsland helpt en Frankrijk helpt. Wij hebben onze bevoorradingszekerheid op orde en zelfs in die mate dat wij Frankrijk en Duitsland kunnen helpen. Wat dat Nederland gaat doen met haar kerncentrales, dat is een planning over 12 jaar.
En ik denk dat de mensen nu oplossingen nodig hebben en niet over 12 jaar. En ik zou eigenlijk verwachten van mijn collega, die toch een Vlaams nationalistische partij is, dat zij er voorstander van zou zijn dat het Vlaams geld wordt ingezet in Vlaanderen. Wel, kijk, die 5 miljard voor die kerncentrales zouden hier ook kunnen ingezet worden om 1 miljoen huizen van zonnepanelen te voorzien, die dat nu een oplossing zijn voor nieuwe de mensen. Kerncentrales in Nederland zijn geen oplossing voor nu, maar... Politiek moet ook op lange termijn kijken. Uiteraard. Het duurt een tijdje, je hebt een nieuwe kerncentrale er staan. Ja, absoluut. En dat is ook waar ons energiebeleid de laatste jaren echt heel erg ziek in is geweest, van net niet naar die lange termijn te kijken. En vandaar dat wij nu ook al bezig zijn met de industrie. Maar nu doet u het ook niet, want u zegt van nee, over 10, 12 jaar, daar moeten we nu niet mee bezig zijn. Dat heb ik niet gezegd. Wij zijn nu bezig met de planning van de winters, de komende 3, 4 winters. Wij hebben een planning voor hernieuwbare energie tot aan 2030 en 2050. Mm-hmm. Een overschakeling van gas naar waterstof, waarin dat we onze strategie de afgelopen maanden nog herzien hebben. Dus wij zijn bezig met die versnelling van die energietransitie. En als het specifiek over nucleair gaat, zit daar zelfs een aspect nucleair in, omdat we geld hebben vrijgemaakt voor het onderzoek naar die kleine, modulaire kernreactoren. Onderzoek in Mol. Maar intussen weten we dat er in de winter van 2025-2026 een tekort zal zijn, volgens Elia en Fluxus. Dat staat zwart op wit op papier. Hoe gaat u dat oplossen? Dat is ook korte termijn. Ja, dat is inderdaad de korte termijn. En van waar komt dat rapport? Dat rapport komt, dat hebben we specifiek gevraagd, omdat we in onze buurlanden zien dat er problemen waren die dat er een jaar geleden en een half jaar geleden niet waren. De oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, ten eerste. En ten tweede, de uitval van die Franse kerncentrales. Dat zijn scenario's die dat nieuw waren, die veranderingen zijn in de context. En waarvan dat wij hebben gezegd, van wij willen wel hierover zekerheid. Wat betekent dit voor ons en wat gaan wij daaraan doen? Okay, is 2024-2025 is het eerste jaar waar het er omwille van deze problemen in het buitenland een probleem is. Daar gaan we een extra veiling voor organiseren, zorgen dat er extra capaciteit komt. En voor de winter 2024-2025 hebben we vorige week met de regering samengezet om te kijken. We gaan alle opties bekijken. Okay, en bijvoorbeeld 2025-2026. En voor 2025-2026 specifiek zien. Ja, energiebeleid is soms ook een beetje complex, waar je 3 zinnen voor nodig hebt. En voor de winter 2025-2026 gaan we kijken hoe we onze bestaande capaciteiten flexibel en modulair kunnen inzetten. Bijvoorbeeld via onze nucleaire centrales, die dat we minder nodig hebben in de zomer, om die te laten draaien tijdens de winter. Pas op, rond 2025, normaal gezien, liggen de centrales dan stil. Klopt. Winter 2025. Klopt. U zegt nu, we gaan ze in de zomer... Even uitzetten, in de winter weer aanzetten, zodat ze wat extra kunnen draaien. In de winter 2025-2026 hebben we in principe de niet beschikbaarheid van onze nucleaire centrales. We hebben nu gekeken, omwille van de extra proberen in Frankrijk, creëert dat een probleem in België? Het antwoord daarop is ja. En dus moeten we kijken, zoals u vraagt, wat gaat u doen? Ja. Zeg maar, die centrales die uitgaan, hoe kunnen die alsnog flexibel worden ingezet? Weet u, Duitsland doet dat ook. En dus Duitsland heeft over haar centrales die uitgaan gezegd, we gaan die stand-by houden, in reserve houden en die laten draaien op de momenten dat we ze nodig hebben. En als er veel wind, veel zon is in de zomer, hebben we minder kernenergie nodig. En die zouden we eigenlijk als een spaarpotje kunnen gebruiken tijdens de winter. Maar eigenlijk... Is het de bedoeling, als ik het goed begrepen heb, dat in de zomer 2025 die jongste kerncentrales, die 10 jaar moeten verlengd worden, stil liggen, zodanig dat ze klaargemaakt worden voor de verlenging in november 2026? Ja. En zijn het die 2 jongste kerncentrales die dus gaan stil liggen voor alle werken die er nodig zijn, die u in de winter weer even gaat aan. Dus waar dat er werken voor nodig zijn. En nu is de vraag, hoe kunnen die werken ingepland worden? Dus daarover gaan we in gesprek met de nucleaire exploitant zelf. En uiteraard met de veiligheidsregulator. Want het is uiteindelijk vanuit het oogpunt van nucleaire veiligheid dat de doorslag gaan geven. Maar weet u, toen we... Het gaat wel degelijk voor de duidelijkheid. Het gaat wel degelijk over de 2 jongste kerncentrales die u in de zomer 2025 wat minder gaat laten draaien om in de winter langer te laten. Ja, maar ik ben zeker ook open om te kijken van als dat met de deze niet gaat, wat gaat het dan, kan het dan eventueel met de andere wel? Dus we moeten kijken naar alle opties in het nucleaire park. De oudste. Mevrouw, dus er zijn 2 zaken. Hè. Dus als we doel 1 en doel 2 verlengd hebben, dat heeft de vorige regering gedaan, die werken die zijn uitgevoerd na... dat de verlenging al gebeurd was. Dus dat bewijst in het verleden al aangetoond dat er een planning kan zijn van de werkzaamheden. Dat is het VANC, de Veiligheidsautoriteit, dat daar zijn oordeel over gaat geven. En dan, wat betreft de andere centrales, hangt dat ook af van wat het veiligheidsonderzoek daarvan is.
Wat we zeker weten is, in 2025-2026 hebben we geen zekerheid dat de Franse nucleaire centrales terug aanstaan, dus dat we minder kunnen importeren. Wat we ook zeker weten is dat dit een probleem geeft in België. En dus moeten we daar de oplossing voor zoeken. En we zitten nu 3 jaar van tevoren en we moeten niet improviseren in een winter die voor de deur staat. Het lijkt inderdaad improviseren, want ik wil nog even laten horen wat u in maart van dit jaar ook in de ochtend zei. Die winter van 2025, begrijp ik dat dat gisteren ook op de tafel lag tijdens die besprekingen. Dat is een twijfelgeval of die kerncentrales dan actief zullen zijn. Ja, we hebben absoluut geen zorgen over de voorradingszekerheid. Laat ik daarmee beginnen. En dat komt omdat we daar het afgelopen jaar al heel erg gewerkt hebben aan een plan om de voorradingszekerheid te verzekeren. Dat is onze CRM, dat is het investeringsmechanisme om ervoor te zorgen dat we investeringen aantrekken in onze energieinfrastructuur, om ervoor te zorgen dat er batterijen komen bijvoorbeeld, waar ook die gascentrales in zitten. En dat was ook wel nodig, want dat was de afgelopen jaren niet gebeurd. Dus er zijn geen zorgen voor de winter van 2025. Maar is het zeker dat... Geen zorgen voor de winter van 2025. Begrijpt u dat mensen u niet meer geloven? Ja en nee. Alles wat ik daar heb gezegd, dat blijft eigenlijk overeind. Wat ik toen heb gezegd is... van geen zorgen voor de winter van 2025 blijft maar mag ik mijn redenering afmaken? Wat ik daar heb gezegd is van... wij hebben ons systeem onder controle met de CRM. Dat is het mechanisme om om te zorgen dat er voldoende investeringen zijn. Toen we dat beslist hebben... dat was in een situatie waarbij de Franse nucleaire centrales aanwezig zijn. De uitval van die centrales is later gekomen. Het zou pas van onverantwoordelijk beleid zijn als we zouden zeggen, we kijken de andere kant op. De Fransen zullen misschien hun situatie wel onder controle krijgen. En dan zouden we in de winter 2025 dan misschien met een probleem gecontroleerd zijn. Wat hebben we hier gedaan? Gezegd, er gebeurt iets in het buitenland wat we op voorhand geen rekening mee hadden gehouden. Het doet zich voor. Niemand had dit verwacht, maar het doet zich voor. Dus gaan we bijschakelen. En dus dat wil zeggen dat de winter 2025-2026 is geregeld en dat stukje dat nu extra is omwille van Frankrijk, dat regelen we nu bij. Dat regelt u bij, maar ook dat zou afhankelijk zijn van de goedkeuring door Engie. En vooral van de veiligheidsregulator. Ook door Engie. Ja, klopt. Engie is niet enthousiast over dat plan van wat minder in de zomer en wat harder draaien. Daar is Engie niet enthousiast over. Die onderhandelingen met Engie over 10 jaar verlengen zijn nog niet rond. En nu wil u er nog een schep bovenop doen door een soepele regeling voor de winterzomer 2025. Dat gaat dat allemaal lukken? Ja, dus de onderhandelingen van Engie gaan over de inzet van onze jongste kerncentrales. Dat gaat over Tihange 3 en Doel 4. Die zijn nog niet rond, hè? Die moeten beschikbaar zijn in 2026-2027 en die zijn inderdaad nog niet helemaal rond. Waar zit het vast? Ja, ik ben altijd discreet geweest over de onderhandelingen zelf, over de inhoud van de onderhandelingen. Want als je vertrouwen moet creëren aan de tafel, dan helpt het niet als je daar grote uitspraken over doet, zoals u zelf zegt. Zit het vast op het geld dat Engie moet betalen voor de berging van nucleair afval? Nee, ik doe daar op die manier zeker geen uitspraken over. Het is, wat dat in elk geval zo is, is dat er dag en nacht gewerkt wordt om die onderhandelingen effectief rond te krijgen. Dat betekent dat ze heel moeilijk zijn. Ja, dat het geen evidente oefening is. Ik denk dat dat voor iedereen sowieso wel duidelijk is. Als er geen deal komt, gaat u Engie dan dwingen? Want eigenlijk op dit moment moeten wij aan Frankrijk leveren. Ja, kan u dan niet op tafel kloppen en zeggen van nee, stop met leveren? Nee, zo is het voor ons. Het werkt helaas zo niet. Wij moeten blijven leveren. Ook als we zelf in de problemen komen. Ja, wij zitten niet in de problemen. Dus wij leveren naar het buitenland omdat we overschot hebben. Waar we vroeger importeur waren, zijn we nu netto-exporteur. Zowel voor elektriciteit als voor gas. En we zitten natuurlijk ook nog altijd in een Europese situatie waar we ook solidair zijn met elkaar. Als wij, en dat kunnen we niet, maar stel dat we nu zouden onze grenzen toedoen, dan zetten we Frankrijk in het donker. Dat is absoluut niet gewenst. Als Frankrijk in het donker gaat, gaan we geconfronteerd worden met nog hogere prijzen. Dus dat is absoluut niet de juiste. Morgen moet u opnieuw naar de onderhandelingen over het prijsplafond voor gas. Dat is er, maar dat ligt veel te hoog volgens u en volgens anderen. Gaat u het naar beneden krijgen, denkt u? Het is een onderhandeling, een gesprek / onderhandeling tussen de 27 lidstaten van de Europese Unie. We zijn op dit moment wel al het vers geraakt en dat we ooit waar ligt de concrete tekst op tafel. Na dit gesprek heb ik nog 3 meetings daarover ter voorbereiding van morgen. Gaat u het naar beneden krijgen, denkt u? Ik denk dat de tekst zoals die nu op tafel ligt, dat die voor een pak landen niet aanvaardbaar is. Dus om het naar beneden te krijgen, is wel absoluut de inzet. Als het zo hoog blijft, dan zegt u, wij tekenen niet. Maar ja,
haalt niet veel uit. Hè. Het zal er zijn. Het ja, zal te hoog zijn. Ik denk, het is moeilijk of ik. Het is moeilijk om het altijd te zien als een scorebord, plus en min. Uiteindelijk gaat ook niemand echt geïnteresseerd zijn in de formule hoe dat er nu precies uitziet en hoe ze precies werkt. Dat is goed voor de technici achter de tafel. Waar het over gaat is, gaan wij met de 27 energieministers en de Europese Commissie zekerheid kunnen bieden dat wat we gezien hebben in augustus, wanneer de prijzen door het dak gaan, of dat dat niet meer voorkomt. En voor elektriciteit, daar zitten we wel met een plafond op die prijzen. En het is die analogie dat we ook moeten hebben voor gas. Dus nog een drukke avond en morgen ook weer een drukke dag die ongetwijfeld weer in het nieuws zal zitten. Dank je wel, Tine van der Straten. Ja, het omkoopschandaal dan. Heeft Qatar leden van het Europees Parlement omgekocht? Sinds vorige vrijdag zitten een aantal mensen in de cel. Een van hen is de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, die enkele weken geleden nog opvallend positief was over Qatar. Today the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still they take their gas. Still they have their companies profiting billions there. Barbara Moens, ja, vrijdag is het begonnen met huiszoekingen, maar eigenlijk was het al maanden aan de gang, het onderzoek. Wat heeft die bal aan het rollen gebracht? Ja, het is inderdaad, we hebben vandaag ook officiële communicatie gehad van het parket dat men al 4 maanden bezig is met dit onderzoek. Er zijn al 20 huiszoekingen gebeurd, waarvan 19 bij mensen thuis en dan in het Europees Parlement. En de ontdekkingen zijn redelijk spectaculair, hè. Meestal loopt het niet zo alsof het recht uit een filmscenario komt. Dus het lijkt wel zo. Zeer concrete sommen geld, 600.000 bij één bepaalde ontdekking, dan de hotelkoffers in een hotel met andere sommen geld. En dus inderdaad de speelfiguur of de meest prominente figuur, deze vicevoorzitter van het Europees Parlement. Eva Kaili, inderdaad. Een van de vicevoorzitters, ja. Want zij voor de Sociaaldemocraten daar. Hè. Nu, misschien moet je het verhaal wel eens doen, want vrijdag is haar vader betrapt toen hij een hotel buiten stapte. Ja, inderdaad. Er was het moeilijke aan deze zaak specifiek was dat zij parlementaire onschendbaarheid geniet. En dat men dus niet zomaar een huiszoeking kan doen of niet zomaar een arrestatie kan verrichten tenzij men op heterdaad betrapt. En men had dan inderdaad haar vader betrapt met koffers geld, waardoor dat men ook die huiszoeking kon doen en men zo dus eigenlijk de bal wat aan het rollen is gegaan. Dus opnieuw een redelijk spectaculair verhaal. Dus zak met geld bij de vader, dan huiszoeking bij haar thuis, opnieuw. Ja, en dan verschillende huiszoekingen bij verschillende parlementaire assistenten, ook een aantal lobbyfiguren, NGO-figuren. Dus een redelijk brede groep van mensen eigenlijk. Op dit moment zijn er nog 4 mensen die zijn aangehouden. Straks de andere maar. Zij was bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten. Hè? Ja, zij was inderdaad betrokken bij betrekkingen met het Midden-Oosten. En heel concreet bij 2 dossiers. Enerzijds was er de resolutie die ging over rond het wereldkampioenschap in Qatar, waar het Europees Parlement zich had over uitgesproken om een aantal mensenrechtenschendingen te veroordelen. Dus daar heeft zij een aantal zaken over gezegd die we net gezien hebben. Een tweede dossier... Zij heeft die resolutie niet willen tekenen. Inderdaad. Een tweede dossier, en denk ik misschien nog inhoudelijker, ging normaal gezien deze week gestemd worden in Straatsburg, in de plenaire zitting van het Europees Parlement, ging over visumliberalisering. Dus dat zou betekenen dat Qatari met een paspoort visumvrij onder bepaalde voorwaarden de Europese Unie en de Schengen zouden kunnen komen. En daar was hij ook in betrokken door onder andere voor te stemmen. Dus dat toont wel aan wat voor invloed dat er toch wel kan worden gewend, ook al gaat het maar om één van de vicevoorzitters en om één van de zoveel Europarlementsleden. Ja, haar partner is ook betrokken, Francesco Giorgi, een Italiaan. Ja. Ja.
Ja, hij werkt bij de NGO Fight Impunity. Ja, inderdaad. Dus die NGO lijkt een beetje in het centrum van het verhaal te staan. Dus de voorzitter zit ook nog altijd in arrest. En verschillende van de adviseurs in het parlement waar huiszoek in zijn verricht, zijn ook ofwel betrokken bij die NGO of Wat hebben doet die daar... NGO? Fight Impunity. Bestrijd straffeloosheid. Bestrijd straffeloosheid, maar lijkt dus inderdaad wat centraal te staan in dit hele verhaal. En dat is een beetje het moeilijke aan dit soort verhalen. In deze zaak is het heel duidelijk dat de grens, als de beschuldigingen kloppen uiteraard, dat de grens tussen lobbywerk en corruptie zou overschreden zijn. Maar je hebt ook gewoon in de Europese bubbel heel veel van die NGO's, denktanks, lobbyzaken die de verschillende Europese instellingen proberen te beïnvloeden, net zoals dat je in België hebt, behalve dat in Europa de belangen vaak nog iets hoger staan. En dus in sommige gevallen zijn die NGO's dan inderdaad een dekmantel voor bepaalde zaken. Lobbyen is legaal, dat mag lobbyen inderdaad. Lobbyen is volledig legaal en heeft ook een zekere functie om de beleidsmakers bepaalde inzichten te laten zien. Gebeurt ook in België. Het ironische is dat er in Europa ook redelijk strenge regels zijn rond lobbywerk. Maar die gelden iets minder voor het Europees Parlement. Ook vanuit de redenering, ja, dat zijn democratische volksvertegenwoordigers. Zij zijn vaak in controle van hun eigen regels, wat het spel soms moeilijker maakt. En daar zie je dat in dit verhaal, opnieuw, als het zou kloppen, met een aantal gaten in die regels heeft gevonden. Een heel concreet voorbeeld. Parlementsleden die een bepaald dossier de leiding nemen, moeten hun vergaderingen publiek maken. Mm-hmm. Dus zij moeten laten op een publieke website zetten met wie zij vergaderingen hebben. Maar dat geldt niet voor derde landen of diplomaten van derde landen. Net omdat Landen buiten de Europese Unie, omdat men ervan uitging, ja, dat is normale diplomatie. En dat verloopt soms wat discreter dan bijvoorbeeld een CEO of een NGO. Dus als je een ontmoeting hebt met een Qatarese minister of zo, dan moet je dat niet Dan moeten die parlementsleden in kwestie dat niet melden. En daar zijn nu natuurlijk allerlei oproepen voor om dat opnieuw op de loep te gaan nemen. Of om vier mensen dus in de cel op dit moment. Eva Kaili, haar partner, dan nog die... De voorzitter van NGO Impunity. Ja, Antonio Panseri, voorzitter van die NGO. En dan een man waarvan we de naam nog niet kennen. Inderdaad, die nu vandaag een lobbyist ook, die ook betrokken zou zijn bij een andere NGO. Ja, ook een Italiaan. Ook een Italiaan, inderdaad. En dan merkten we ook vandaag, er zijn heel veel linken. Hè. Ja. Maar ook een Belgische link, inderdaad. Want er zijn mensen die werkten op de kabinetten van Mark Tarabella, Europees parlementslid voor de PS, en Maria Rena. Ook, ja, inderdaad. Dus er zijn huiszoekingen gebeurd, dus zowel bij Tarabella thuis als bij een adviseur van Maria Rena, dus de twee PS-europarlementsleden. Voorlopig zeggen beide dat ze hier niets mee te maken hebben, veroordelen ook heel erg. En het is dus nog onduidelijk wat het gerecht hen precies zou kwalijk nemen. Maar we zagen wel bijvoorbeeld bij Tarabella dat hij wel een aantal positieve uitspraken over Qatar heeft gedaan. Recentelijk opnieuw is het de vraag, is dat omdat hij van inzicht is veranderd of is dat omdat er iets meer aan bewerkt de is? Dat weten we op dit moment nog niet. Wat kunnen de gevolgen zijn? Ik denk het grootste gevolg voor het Europees Parlement en de EU as such, en dat is ook wat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vandaag zei, is het vertrouwen in de burger, in die Europese instellingen, dreigt hier heel erg te worden geschonden. En dat zag je ook in alle reacties doorheen het weekend en vandaag ook van de voorzitter van het Europees Parlement. Men gaat heel snel met een aantal zaken schorsingen uit de partij zetten, interne onderzoeken, die lobbyregels heel sterk versterken, omdat men heel erg voelt, dit ondermijnt de geloofwaardigheid. Ja. Een tweede gevolg is uiteraard die visumliberalisering, dus dat dossier is nu on hold gezet, gaat terug naar de eerste fase. Ik denk de kans dat er op korte termijn nog komt, is redelijk klein. En dan een laatste gevolg is uiteraard alle gerechterlijke gevolgen. En daar zouden we woensdag een eerste stap zien. Woensdag moeten de vier mensen ook voor de raadkamer komen. Dus dan zouden we iets meer te weten komen. Ja, nog een gevolg natuurlijk. Viktor Orbán die wrijft zich in de handen. Die was er heel snel bij. Dus dat hangt samen inderdaad met die geloofwaardigheid van het Europees Parlement. Zij zijn eigenlijk de moraalridder van Europa. En zij zijn normaal gezien degene die zowel
buiten de EU als binnen de EU heel sterk druk zetten als het gaat over rechtvaardigheid, mensenrechten. En inderdaad, voor mensen zoals Orbán, die regelmatig op de vingers worden getikt vanuit het Europees Parlement, is dit achteroverleunen en laten gebeuren. Gevoelens fressen, ja. Vanavond, Europees Parlement is bijeen in Straatsburg. Ja, inderdaad. Dus de voorzitter heeft al een heel duidelijke speech gegeven rond bijvoorbeeld het intern onderzoek. En ik verwacht de komende dagen nog heel veel nieuws rond haar positie binnen het parlement. Felix, ideeën voor een film opgedaan? Ik zit meestal in andere genres. Ja. Inderdaad. Het is wel om triestig van te worden. En ik vind het wel leuk om mensen te laten winnen. Maar ja, het echt mensen zal raken is iets anders. Ja. En dat doet jouw film inderdaad wel. Ja, tijd voor vriendschap en schoonheid. 6 jaar geleden, 2016, verscheen het boek De 8 Bergen van Paolo Cognetti. Het werd een bestseller en 1,2 miljoen exemplaren later ook een film. Non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita. Ciao Pietro! Ciao Bruno! Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti. Just a flash of light in the endless night and it's gone. Ciao Bruno. Ciao Pietro. One day a diamond bear. Mi sembrava di essermi perso le cose più importanti. Volevo trasformarmi, evolvere, partire. Sono contento che hai trovato le tue parole. I hear the old folks when they say days getting shorter every day. Per cos'è che sei nato? Per fare molto denaro. Io non vado da nessuna parte. Questo confine te lo sei inventato tu. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male. Ja, Dag Berge, Lotte Montagne. Film van Felix van Groeningen en Charlotte van der Meer, zeg ik erbij. Deze zomer de juryprijs gewonnen in Cannes. En vanaf woensdag kan iedereen in ons land gaan kijken. Paolo Cognetti, quand est-ce que vous avez vu le film pour la première fois? Je l'ai vu il y a quelques mois avant Cannes, puis je l'ai revu 25 ou 27 fois, oui. Parce que je suis tombé amoureux de cet homme, de cette aventure qu'on a fait ensemble. Et la première fois, qu'est-ce qu'on s'est rencontré il y a 2 ans et demi, 3 ans et demi. Et on a commencé à travailler ensemble. La première fois, c'était vraiment trop émouvant pour moi à le voir parce que trop de réalité, trop de vérité, trop de vie. Ce sont mes montagnes, mes lieux vraiment. Ma maison est là où vous avez vu ces morceaux de film. Et donc, j'ai eu besoin de le revoir 3 ou 4 fois avant de commencer à comprendre. C'est aussi votre histoire. Oui. Oui, le film et le livre parlent de l'amitié entre Pietro, un garçon de la ville, et Bruno, le garçon de la montagne. C'est l'histoire de votre enfance. Oui, en partie. J'étais un enfant plus solitaire que ce Pietro du film parce que je n'avais pas cet ami. Cet ami, c'était un rêve pour moi, c'était un ami imaginaire. J'étais très timide, je jouais sur les ruisseaux, j'ai construit ma cabane et je rêvais de rencontrer cet ami sauvage, cet ami de montagne. Puis je l'ai rencontré, oui. Mais quand j'étais adulte. Pendant les vacances. Et non, vous avez rencontré... Oui, pendant les vacances. Je suis allé vivre en montagne à 30 ans. J'ai abandonné Milan et je suis allé vivre dans cette baïta, dans cette cabane. Et j'ai rencontré les vrais montagnards, j'ai deux grands amis. Et Gabriele Remigio qui ont inspiré ce personnage de Bruno. Et donc, j'ai commencé à voir cette histoire à partir de mon enfance, mais aussi des choses qui me sont passées dans les dernières 15 ans. Comme enfant, vous avez passé vos vacances en montagne? Et sur le nord-ouest des Alpes, en Vallée d'Aoste, c'est une région aussi aimée par les Belges, parce que je n'ai rencontré beaucoup. Oui, mais vous êtes réalisateur vous-même.
Le documentaire. Oui, mais est-ce que c'était difficile de ne pas contrôler le film de Non, de Félix? C'était très facile parce qu'avec Félix, c'était un cadeau pour moi vraiment. Et ouais. D'avoir quelqu'un comme lui qui prenait mon histoire, que c'était seulement la mienne. Et il en a fait quelque chose de différent, quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Mm-hmm. C'est seulement un cadeau pour moi. Jij had het boek nog niet gelezen toen de Italiaanse producent je vroeg ja, dat klopt. Om het te verfilmen. Ja. Dan ben je meteen begonnen. Dan ben ik beginnen lezen, want het was al op verschillende manieren aan mij ter oren gekomen dat dat iets voor mij zou zijn. Dus toen iemand naar mij kwam en echt de rechten had, dacht ik van oké, ik moet het al echt eens moeten lezen. En wat vond je van het boek? Gevallen als een blok. En het heeft mij geraakt, ja, ook voor heel persoonlijke redenen, dingen dat mensen echt niet konden weten. Maar het sneed heel diep. Dus ik had meteen het gevoel, ik kan dat doen. Ik heb ook zin om de komende jaren ermee bezig te zijn. Het zijn heel mooie personages. Uh-huh. Zonder cynisme. Ze zijn bezig met de belangrijke dingen van het leven. En vooral ook het idee van maanden in de bergen daar te gaan spenderen. Daar had ik enorm veel zin in. Nog fans van het boek? Ja. Ja, en ik heb eigenlijk niets met de bergen, maar voor mij ging het over de vriendschap en de liefde en de menselijkheid. Dus daarom ik denk dat het iedereen raakt die het boek heeft gelezen. Ja. Êtes-vous au courant de l'œuvre de Félix? Oui, oui, oui. En Italie, on le connaît assez bien. Et c'était vraiment courageux pour moi de choisir un réalisateur pas italien pour faire cette histoire, parce que c'est pas très commun. Non. Dans le cinéma italien, je me souviens seulement d'un autre film qui était réalisé par un étranger. Et donc, en faire un film européen, on a parlé de l'Europe en termes très mauvais. Je suis désolé que mon pays a produit tout ça. Mais l'Europe est aussi les Alpes. Les Alpes ne sont pas une montagne italienne, sont une montagne européenne. On parle français, on parle allemand, on parle italien, on parle slovénie. Mmh. Et le livre a été aimé en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et donc, le rêve d'en faire un film européen, c'était vraiment quelque chose de beau, qu'on peut faire avec ce pauvre continent. Mais j'ai lu que vous aviez peur d'une chose. Oui, que la montagne n'était pas vraie. Quelquefois, le cinéma rend faux les choses. Uh-huh. Et tout, une belle histoire peut devenir fausse. Mais dans ce film, c'est tout vrai. C'est vrai la montagne, ce sont vrai les deux amis, qui étaient les choses les plus importantes de l'histoire, l'amitié et la montagne. Et les acteurs, Luca Marinelli et Alessandro Borghi, sont extraordinaires. Et on a des photos, la montagne, ouais. c'est la montagne. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Si vous y pensez, il n'y a pas une vraie tradition de cinéma de montagne. Peut-être parce que c'est difficile à photographier, à raconter. Mais c'est un grand film de montagne. Oui, il n'y a pas de gens qui pleurent ou qui crient, parce que ça, c'était la peur. Non, il y a beaucoup de silence. Non, dans les films de Félix, il y a souvent un moment dramatique. Ça aurait pu être trop dramatique. Oui, oui, à montagne, on boit au lieu de pleurer. Donc, Er is inderdaad geen dramatisch moment, maar we mogen een paar fragmenten tonen. Hè. Het is toch een film vol emotie geworden. Una parola grossa. Mette ciada.
andiamo giù. Ja, prachtige muziek, Felix. Van? Dat is Daniel Norgren. Dat is een Zweedse singer-songwriter. En ja, alle muziek in de film is van hem. En het zijn voornamelijk bestaande songs. En een paar dingen dat hij nog, allee, dat hij eigenlijk ooit gemaakt had, maar nog niet op een plaat had gezet. En die past aan perfect. De film heeft geschonken. Ja, en past perfect bij het decor, bij het verhaal en zo. De twee acteurs, Luca Marinelli, Alessandro Borghi, voor ons minder bekend. Ken jij ze al tevoren? Nee, ik heb ze eigenlijk leren kennen ook door in de Italiaanse recente film, cinema wereld te duiken. En ze zijn wel, ze zijn echt bekend. Ze zijn een paar fantastische dingen gedaan. En ook de twee jongetjes die de kindertijd spelen, ja, doen het heel goed, hè? Ja, die hebben echt in de bergen, allee, toch één ervan, is echt een jongen vanuit, ja? De bergen. Die, ja, zijn vader is een soort Bruno die huizen bouwt, die koeien heeft, die ook wel in financiële problemen zit. Maar dus het is een jongen van de bergen en die echt, had nog nooit gespeeld. Montagnard. Ja. Levi Montagne, c'est une métaphore magnifique. D'où vient-elle? Du Népal. J'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup l'Himalaya. Parce que pour moi, c'est comme pouvoir voir les Alpes quand je n'étais pas là. Je l'ai commencé à voir dans les années 80. C'était déjà une montagne abandonnée où l'homme était déjà, mm-hmm, la culture était déjà changée. Quand tu découvres l'Himalaya, c'est comme voir les Alpes dans les années, au début du XXe siècle. Et donc là, on dit que le monde est fait comme une, avec une grande montagne au centre et 8 montagnes autour. Il y a des gens qui cherchent de monter sur la montagne la plus haute et des gens destinés à vagabonder pour toute sa vie, pour l'éternité, pour les 8 montagnes. Ce sont ces deux amis. Bruno, qui connaît ses racines, qui se ne déplace jamais de sa montagne, de son village, qui connaît sa route. Pietro qui la cherche, et peut-être ses destins, c'est aussi meilleur quelquefois. Et de quel genre êtes-vous? Pour moi, je sais que depuis beaucoup d'années que je devais écrire, et c'est ma montagne, donc peut-être je suis le montagnard. Ah, devenu montagnard. Ouais. Je suis demi-montagnard parce que je crois que c'est pas possible de le devenir totalement, mais un peu. Il faut partager votre vie entre la ville et la montagne. Oui, je n'ai pas besoin d'électricité parce que je brûle le bois de la forêt, uh-huh, et je mange les bêtes que je tourne. Non, c'est pas vrai. Félix, heb jij ontdekt welk type je bent? Die van de 8 bergen of die van de 1 berg? Ik denk dat veel mensen... Allee, het is een vraag waar er geen antwoord op is. En denk dat niemand echt volledig het een of het ander is en de twee herkent. Of als je in een situatie met twee zit, kun je zeggen van jij bent meer dit en ik meer dat. In bepaalde situaties. Ik denk dat ik ook wel rondtrek in de wereld. Ik heb al veel gezien. Tegelijk weet ik heel goed wat ik wil doen. En dat is films maken. En daarin ben ik heel rechtdoor. En is dat inderdaad mijn berg. Maar bon, ik heb ook al gereisd met mijn films. Mm-hmm. Ja. De relatie vader-zoon is ook een heel belangrijk thema in het boek. De vader van Pietro, de jongen uit de stad, neemt tijdens de vakantie de twee jongens op sleeptouw mee de bergen in. L'acqua che stai bevendo non è mica la neve dell'anno scorso. Quella sarà acqua di 100 anni fa. 100 anni? Forse anche 150. È difficile saperlo. La cosa bella del ghiacciaio, poi, è che non sta mai fermo. Secondo voi perché? Perché tutto va giù. Bravo. Sei intelligente. Perché tutto va giù. Oui, la relation père-fils, c'est un thème spécial. Oui, c'était mon père, c'était vraiment comme ça. Là, c'est le Mont Rose, le Monte Rosa. C'est la montagne de mon enfance où j'allais avec mon père. Et mon père était en physique, et donc il m'expliquait les glaciers, le temps, l'eau. Et pour lui, la poésie de cette montagne,
c'était quelque chose qui, avec le temps qui passe, oui. La mémoire, les glaciers, uh-huh. C'est la mémoire des hivers passés, parce que c'est la neige des centaines d'années qui reste là-haut pour nous, pour oui, nous donner mais l'eau. Il travaillait beaucoup, votre père. Il ne parlait que seulement en montagne. Oui, parce qu'en ville, à Milan, il travaillait beaucoup, comme beaucoup de pères. Et il était plus loin. Et on n'avait pas le temps à partager pour parler. Moi aussi, j'étais très timide. Donc, dans cette peu jours en montagne, deux semaines, pendant l'été, chaque jour, on allait à marcher. Il me disait quelque chose de lui, uh-huh. Ses souvenirs de sa jeunesse en montagne. Quelque chose avec ma mère, parce qu'il s'était marié en montagne dans une petite église sur les Dolomites. Et un peu de nostalgie que je voyais d'un homme qui n'était pas né à Milan, mais il allait vivre pour travailler. Yeah, t'es un peu à la recherche du père perdu. Hein? Un vader die je niet goed gekend hebt, dan toch beter leren kennen. Ja. Zonder te veel weg te geven. Allee, het gaat over rouw ook en over opgroeien, vadermoord, niet letterlijk, maar afstand nemen. Afstand nemen en dan eigen weg gaan. En dus moeten afstoten om jezelf te kunnen vinden en om dan pas jaren later beter te appreciëren of met een andere kijk te kunnen terugkijken. Is het daarin ook dat het boek jou diep geraakt heeft? Zeker, zeker. Ja. Aha. Ik heb mijn vader verloren op 26-jarige leeftijd. Ça va, zeker. Allee, bedoel, maar ik heb wel het gevoel dat we nog veel te delen hadden, nog veel te zeggen hadden. Ondertussen ben ik zelf vader geworden. Ik begin ook aan dingen terug te denken door een bril te bekijken. Dus ja, dat... Paolo gaat ermee met zijn verhaal recht naar het hart, naar de dingen die ertoe doen, naar de dingen die je bezighouden, en daar een soort poëzie in zien. En, Mais est-ce qu'on peut retrouver un père à qui on n'a pas parlé ou n'a pas pu parler pendant des années? Peut-être pas le retrouver, mais on peut le comprendre mieux, le connaître mieux. Pietro trouve une carte géographique de la montagne sur laquelle son père avait dessiné tous les sentiers qu'il avait parcourus. Et après des années, après sa mort, Pietro commence à découvrir un peu plus son père en allant sur ces sentiers et retrouvant les cahiers des montagnes. Vous savez que sur les sommets des montagnes, quelquefois, il y a un cahier. Je savais pas, mais un journal des sommets où les alpinistes écrivent quelque chose, des simples mots. Et Pietro, après des années, retrouve ces simples mots que son père avait laissés de joie d'être arrivé sur la montagne. Donc, pas les retrouver. Mais maintenant, il est un adulte lui-même et il peut comprendre un peu plus quelque chose que quand il était un enfant, il ne pouvait pas. Félix, jullie hebben echt gedraaid in het dorp waar hij het verhaal geschreven heeft, waar het zich heeft afgespeeld. Ja. Ja, echt een aantal plekken die inspiraties waren voor hem en waar hij zelf ook woont. Met mensen van het dorp ook, die een rol spelen? Ja, met mensen van het dorp, die nu in de film letterlijk spelen. Hoewel, er heeft iemand die een goede vriend is geworden, heeft zowat alles gedaan op de film op een bepaald moment. Het was ook een grote kip van Rome natuurlijk, maar de mensen van daar hebben absoluut op veel manieren meegewerkt. Er is een huis gebouwd, er waren gidsen van daar. Er moesten van alle decordingen gezocht worden. De boeren van daar hebben meegeholpen. Mm-hmm. Dus we waren heel bekend in de streek daardoor. Ja. Je ziet de vaasje, de moulet, de jak. Ja, niet bang dat het dorp overspoeld zal worden nu door mensen die willen zien? Ze zijn eigenlijk wel gewoon. Allee, bedoel, het is een toeristische streek, dus in winter en zomer komt daar telkens mensen van overal toe. En dan in de tussenperiodes zijn ze daar helemaal alleen. Dat is ook het gekke aan die streek. En wat die mensen eigenlijk jaar in jaar uit moeten mee dealen natuurlijk. Ja. Dat er constant mensen naar daar komen en ook weer weggaan. En zij blijven. Puis ils ont peur parce que l'hiver dernier a été tragique pour la neige et l'eau. On a eu sur les Alpes l'hiver le plus chaud et sec des derniers deux siècles. Uh-huh. Et cet été, il n'y avait plus d'eau. Donc, en montagne, on a vraiment peur du futur. On sait bien comment on vivra dans les prochaines années.
Parce que sans la neige, sans l'eau, la montagne, l'or de la montagne, c'est la neige. Donc, si on peut emporter un peu de tourisme culturel, je pense soit aller chercher les lieux d'un beau film, mm-hmm. c'est seulement un cadeau qu'on peut faire à la montagne. Grazie mille Grazie per il libro en Felix en zeg het ook aan Charlotte. Dank je wel voor de prachtige film. Dank u. Gaan jullie nog iets samen doen? Want het boek heeft veel teweeg gebracht bij jou en de film ook heel uh-huh. veel andersom. Dus gaan jullie nog iets samen doen? We zien het wel. Het staat niet meteen op de agenda, maar het is een prachtige samenwerking geweest en een vriendschap is er ontstaan. En Paolo was al dingen aan het voorstellen om, ja. Ja, om iets te vinden ja. om samen te doen. Dus, zien het wel. Félix est quelqu'un qui pense qu'après un film comme ça, on doit se séparer. Moi, je pense qu'on doit continuer ensemble. Donc, je chercherai d'écrire quelque chose pour lui. On verra. Dank je wel, Félix van Groningen, Paolo Cognetti. Dank je wel ook, Barbara Moens en Tine van der Straten. Later vanavond is er nog Alles kan beter op Canvas. En morgen zijn wij er weer. Bedankt voor het kijken. Mm.